Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations, waar we nog steeds bij Mario 64 zitten. En ik ben met Sander van GamingXB. De tijd start nu. Die mag je als thumbnail gebruiken. Volgens mij doe jij niet met thumbnail, maar het mag wel. Dat was een mooi thumbnail momentje. Oh, als die polls er niet zijn, dan ga ik zo'n polletje doen om Mario 64 te boycotten. En dan zegt iedereen, ja, dat gaan we doen. En dat is mooi. Ja, denk je dat daar er veel mensen zullen zijn die dat zeggen? Daar wordt de wereld een mooiere plaats van. Nou, ik geef hem gewoon alleen aan jou en mij. Want dan weet ik 100%. dat we deze game gewoon nooit meer aanraken. Want wij kunnen wel normaal nadenken. Misschien kunnen wel veel meer mensen het hoor, maar van ons twee weet ik het in ieder geval. Precies. En soms moet je gewoon bij het zekere blijven, weet je wel. Je kunt high risk, high reward. Ik ga voor de low bet. Maar toch ook een lage winst. Witsje flits. Weet je wat ik zie? Heel ziek. Ik zie van die pijpen. En weet je wat ik wil? Moet ik dat anders geven? Of moet ik dat niet doen? Nou, niet deze game in ieder geval. Wat zeggen? Mario, pas nou eens op. Mario, pas op. Pas gewoon een keer op. Lekker vloeibaar en met klontjes. Gadverdamme, Sander. Jij begon met dat deuntje. Ja, ik deed toch gewoon van het origineel. Dat is het origineel. Ik heb dit te lachen, hè? Ik ken dat nummer zo goed als POEP Poef. Als in. Sander, ik heb nu de gewone tekst. 2,5 minuten heb ik 2 sterren gehaald, Sander. We gaan er komen. Yo, klassiek. Welke. Wie zit je dat zo lekker gaat? Tiny huge island ben ik aan het doen. Oh ja, maar die is ook wat chill inderdaad. Oh. Ja, ik haat dit level hoor. Alleen deze twee dingen waren toevallig. Oh, ik dacht. Sorry? Ja? Deze twee levels waren toevallig niet heel moeilijk. Maar de rest van het landje vind ik wel echt kut. Ik dacht dat die juist wel. Hey, ik vind zeg maar van dit landje vind ik vooral kut. Ik weet niet meer waar ik heen wou met mijn verhaal eigenlijk. Oh, wauw, de camera die deed weer lekker mee. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Oh ja, van dit landje vind ik vooral dat blazen, dat wind zeg maar, vind ik echt kut. Oh ja, dat heb je natuurlijk ook nog. Ja, dat was ik helemaal vergeten, dat aspect van de game. Dan zou ik eigenlijk niet gewonnen moeten hebben aangezien ik 64 sterren heb. Dat is toch hoe de game werkt? Ja, dat zou je wel denken, maar schijnbaar niet. Heel gek. Mag ik zo'n heel gek in de chat, alsjeblieft? Dat mag. Ik vind dit heel gek. Godverdomme. Joy. Oké, oh ja, je gaat natuurlijk niet dood in dit landje. Welk landje ben je nu aan het doen, Sander? Dire Dogs. Oh ja. En dan dus die Red Coins. Zoals ze dat in het Engels zeggen. Want ja, je weet ook al van mij, ik ben dadelijk. Oh ja. Zo goed ben ik. Jij bent natuurlijk dadelijk al. Als het echt moet, dan wacht ik wel weer. Hij bent inmiddels wel gewend met deze game. Echt wel. Zei hij heel vrolijk, maar niet heus. Ja.
Ik haat dit level zo erg. Maar dat mag. Je doet er verder niks mee. Hé, hey, als ik er wat mee kon doen, had ik het graag gedaan. Het was een grapje, Sander. Het is een grapje. Weet je, dat is een grapje. Ik ging er gewoon serieus op in. Sorry hoor. Je wist niet dat het niet mocht van jou? Nee, het mocht niet van mij. Oh, oké. Okay. Nee, maar dan kan ik daar rekening mee houden, weet je. Dat is goed. Ja, voor de volgende keer is het wat mij, ja. Tegenwoordig ook echt met iedereen rekening houden, hè? Ja. Dat klopt, ja. Dit was niet zo. Paraplu. Als je nou een paraplu hebt, hè? Ja. En het regent, dan ben je droog. Net zo droog als deze opmerking. Nou, zo zou je het kunnen stellen misschien wel. Wat nou, heb je geen paraplu? Dan ben je nat. Ik ben altijd nat, zo. Toen was het stil. Heb je maar gezegd dat wij nog niet gezien? Nee. True the Jet streaming, baby. Yo, streaming? I know that boy. Yo. Je kunt toch ook, je moet toch ook door die ringen heen van die... Ja. Aal. Ja, dat is best een kutstukje. Ja, ik denk, ik doe maar nu ik even. Ik denk dat Sander het level kan halen. De wereld kan... Oh. Ik kan echt niet wachten totdat die makers van Avatar ooit een keer komen met... Yo. Dit is het plan. We hebben nieuwe shit. En dan zeg ik... Yo, ik consumeer alles van jullie. Dat weten jullie toch? Dan zeggen ze van... Dat waarderen we, Sander. Dat waarderen we. Zeg ik van... Tuurlijk, dat wist ik. Dan zeg jij, jij komt hier praten tegen mij. Dat zeg je. Nou, dat weet ik niet. Dat zeg. Ik ben niet zo'n toekomstkijker. Oh, die ringen zijn echt wel heel kut. Wat ja, dat is dan kut, met True the Jet streaming? Dat je. Dat is een level, daar moet je dat stalen pakje voor hebben. Snap je nou wat ik bedoel? Kut, die heb ik niet. Nee, ik heb die ook niet. Ik weet ook niet waar je die krijgt, zeg maar. Ja, dan moet ik haast wel die ringen gaan doen. Wow, ik word ingehaald door zo'n vuile Koopa, dat moet niet eens kunnen, joh. Van Koopa de Quick? Ja. Die heb je in Mario Odyssey toch ook? Dat klopt, ja. Maar die zijn een stuk makkelijker. Nou, vond je dat? Ja, dat vond ik. Ja, oh nee, ik vond echt niet... Ik vond ze niet allemaal zo makkelijk, hoor. Of bedoel jij beginner, zeg maar? De eerste ster die je van hem kreeg. Ja, ik bedoel... Odyssey is over het algemeen makkelijker dan deze game, zeg maar. Ja, dat sowieso. Nee, maar om hem te 100% vond ik hem echt wel pittig, hoor. Ja, hij is ook wel pittig. Alleen, moeilijk vind ik weer wat anders dan pittig. Ik vond Mario Odyssey... Om te 100% is hij echt wel... Ja, dat is echt moeilijk, hoor. Maar dat komt omdat die laatste wereld die erbij komt, die is gewoon kut. Nou, ik vind dat touwtje springen vind ik al... Oh nee, die vind ik niet zo moeilijk. Die is moeilijk. Als in, dat ga ik niet 100 keer doen, zeg maar. Oh ja, nee, daar had ik niet zoveel moeite mee. Ik vond 30 al dat ik lastig vond. Dan Koopa de Quick. Ja. Het probleem hier, gewoon bij Odyssey is bij mij dat ik gewoon niet meer weet waar alle manen zitten, zeg maar.
Nu hoeven ze natuurlijk niet te 100%, dus dat scheelt. En je bent best wel snel dat je naar een volgende wereld mag. Maar ik weet ook niet zo heel veel meer, hoor. Nee, oprecht. Waarom werkt deze besturing onder water zo kut? Ik heb nog nooit... Ik haat besturing onder water altijd. Ja, altijd. In deze game. Maar hier is hij extra kut. Hij doet niet wat ik vraag, voor mijn gevoel. Mm-hmm. Niet alleen voor mijn gevoel. Hij doet gewoon letterlijk niet wat ik vraag. En ik kan hier nu wel weer de hele tijd gaan zitten. Maar dat heeft ook geen zin. Dus ik ga uit het water. Oh, je kunt in deze game... Dit leveltje niet uit het water. Fuck. Ik word zo moe van deze game, hè. Blijf gewoon in het level trouwens. Wat is dat voor gezeik? Dat je elke keer weer opnieuw in die schilderij moet springen. Dat is bij elke Mario game, hè. Dat je... Nee, dat is echt niet bij elke Mario game. Dat als je doodgaat, dat je bij dan... de 3D wel, toch? Nee, toch. Ik kan me bijna niet voorstellen. Bij Sunshine in ieder geval wel. Ook dat je opnieuw. Ja, alleen niet als je je pet kwijt of je flirt kwijt bent, dan niet. Nee, klopt. Dan. Ik. Wauw, ik ben 180 KO'd door een vis. Doe maar voor. Wat deed hij, cirkeld? Nou, bedankt, ja. Hij deed coole vis. Deed hij zo'n horn drill? Nee, hij heeft Fisher. Vind ik raar voor een water type. Hij heeft Guillotine. Ah, dat kan. Zijn partner, dat kan. Mario. Oh? Tiny Huge Island. Waar ben ik nu beland? Oh. Nou ja, ik ben in ieder geval waar ik... Ik ben in ieder geval terug in... In de main world. Nou, wat ik wel kut vind, als je doodgaat... Dan kom je volgens mij in de main hall. Zo van, bruh. Moet ik nu dat hele leveltje opnieuw gaan zoeken? Yeah. Dat is wel een ding. En bij elke andere is het gewoon van... Oh, gozie, deze level heb je net gedaan. Dan doen we eventjes dat je hiervoor gespawnd wordt. Dat je hem zo weer opnieuw kan doen. Ik heb geen metalhead. Ja, dit is weer een Torx. Dus... Hoe dan? Hoe ga ik... Oh, wacht. Ik heb nu wel een sleutel erbij, hè? Ja, ga lekker naar boven. Ik kan nu eindelijk naar boven. We gaan er weer een wereld voor vol levels voor je open. Woehoe, daar word ik vrolijk van. Nou ja, het is beter dan de levels die ik nu niet kon halen. Dus in dat opzicht word ik er wel... Minder verdrietig van, laten we het zo zeggen. Want vrolijk gaat nooit meer lukken. Super Mario 64. Ja, je wordt vrolijk als ik het gehaald heb, dan word je vrolijk. Ja, dat klopt. Maar ik heb er zo'n beetje de helft van de dingen. Oh, deze dry wetland. Is dit volgens mij. Ja, ja. Dat vind ik echt geen leuk level. Nee, dat vind ik ook geen leuk level. Waar zit ik nu toch? Heb jij die al gedaan dan? Ik heb daar 2 sterren gehaald en toen ben ik gestopt daar. Ik weet überhaupt niet wat nu de bedoeling is, zeg maar. Dat vind ik soms ook wel kut hoor, dat ik denk van... En bij Mario Sunshine wordt het over het algemeen aangegeven in het introfilmpje, zeg maar. Ja. Hier krijg je alleen een cryptische aanwijzing in de titel. Waarvan je al soms denkt van, nou, heb ik hier echt wat aan, zeg maar. Ja. Nou, Koopa de Kwik, als je me nu weer inhaalt, word ik
fucking boos. Hoe de quick denk ik wel gewend eigenlijk. Mensen fucking boos. Ik denk dat ik al genaaid ben. Ja, nou. Oh. Dat was niet goed genoeg, mister. Nee, niet die kant op. Ja. Nee. Oh, joh, maar die... Ik zeg. Koopa de Kwik doet rare dingen, joh. Dat vind ik dan weer niet zo gek. Hoe? Zo. What the fuck? Dit moet je toch met deze guy doen? Oké, ander leveltje. Het is bonbon. Heel. Oh. Oh, deze. Deze is wel. Godverdomme. Salt All Mountain. Weet je, ik hoef sowieso nu natuurlijk niet alle leveltjes te halen. Want jij gaat toch wel winnen. Dus dat is alweer een meeval. Mag van mij echt al zover zijn, hoor. Ja, voor mij ook, hoor. Maar, hey. I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Zou iemand zeggen. Ja, die grap heb ik al eerder gemaakt vandaag. Moeten we niet doen. Oh, goed zo, Mario. Je bent geen debiel. Wat mooi. Dat ging... Bijna de wiel. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 10. Nee, de 5, 6, 7, 8 heb ik nog niet gezien. Maar, hé. Hey, wat doe je nou? Wat doe je nou? Kut met die camera. Rot op met die camera. Ik hoef niet te tanken, schat. Ik wil het opgeven, maar ik moet nog 6 sterren en ik heb geen idee waar ik het anders vandaan ga halen. Ja, dat herken ik wel een beetje. Alleen dan met zo'n beetje hoeveel? Zo'n ongeveer 34. Is die niet ook kut? Is die idee om hier naar boven te lopen? Ik denk dat dat best wel zin heeft. Oké. Als het goed is. Druk. Wat gebeurde hier? Oh mijn hemel. Halt. Ik pomp mijn banden op. Oké. Okay. Ja, dat ja. Oh mijn god, ik kom mijn banden. Nou Mario, luister gewoon. Dank je. Oh, en dan nog doodgaan, het is echt niet te geloven. Zo'n spel hebben durven uitbrengen, dat is echt niet normaal. Dat hebben we ook echt al meerdere keer gezegd, weet je dat? Ja. Zo verbazingwekkend. Volgens mij kun je niks doen als je groot bent. Wat kut. Volgens mij had ik niet direct de groot in moeten gaan. Dat ik groot ben. Aan de andere kant, die buis lijkt wel heel groot. Dan doe je hetzelfde level als ik, ja. Hè? Doe jij Tiny Huge? Ja. Ja. Volgens mij moet ik niet groot zijn. Nou, weet je wat? Oh, wat fijn. Ik word hoe kom ik daar? Scheid ziek van deze game. Nog 5,5 minuut. Ik dacht dat deze wel oké was, maar... Ik word nu al helemaal lijp.
Ik zit er nog maar 3 seconden in of zo. Mario! Oké, als je nou even rent en dan zo... Duik, maar dat werkt dan weer niet. Wat een bullshit. Oké, ga er maar langs. Misschien dat daar iets is. Nee, ook niet. Oh, er komt ineens kat in beeld. Oké, hoi kat. Miauw. Nou, ogen dicht. Kut. Deze ogen niet door. Nou, dat weet ik niet. Nee, je ogen dicht, kat. Nee. Je hoeft je niet om mij te mouwen. Als jij je ogen dicht doet. Ik ga niet in de key. Oké, ik kan nu in deze buis, maar ik kan ook niet in de buis. Dat is wel een tactic. Ik weet niet welke van de twee ik ook moet hebben. De ene met een B erop. Van de buis. Denk je? Als ik toch gewoon die kamer... is een keertje normaal kon bewegen, maar hier is niks. I feel it. Oké, waarschijnlijk moet ik de buis in. We gaan gewoon de buis in, dan zien we het allemaal wel. Oh, Piranha is wel dood, maar ik het niet. Oké, nu zit hier geen ding. Dat maakt niet, in principe niet uit. Oh, dat is ook zo leuk, hè? Dan heb je een ster vrijgespeeld. En dan laten ze niet goed zien waar dat nou is. Ja, dat. Nee, daar word ik echt heel lijp van. Oh, volgens mij wordt hij steeds kleiner. Oh, kut. Ik ben nu klein. Kom ik er dan nog wel op? Here we go. Nog 2 minuten 20. Oh, ik ben dood. Hoe lang hadden we nog? Nog 2 minuten. Gewoon even groot. Je moet eerst groot zijn. Daarna pluk de Piranha Flower. Dat moet dan klein waarschijnlijk. Nou, je begint groot, zeg maar. Ja, je moet groot beginnen. Anders kun je niet bij die Piranha komen. En als je dan klein bent, dan ben je ook meteen fucked. Want dan kom je er niet meer op. Zo'n kut mechanic ook, hoor. Hoezo? Ik snap je probleem niet. Die met die Piranha's is toch niet moeilijk? Nee, maar ja, je moet klein zijn als je die Piranha verslaat, toch? Ja. Je moet gewoon hem schoppen, ja, hè? Dus... Weet ik, maar ik viel er vanaf zo net. Ja. Weet je wat er dan gebeurt? Dan ben je dood. Dan gaat hij je naaien. Want als jij eraf bent, weet je wat er dan gebeurt? Dan kom je er niet meer op. Ik word echt. Ik ga echt mijn dingen gooien, denk ik zo meteen. Ik doe. Ah nee, doe ik het weer! Voor de volgende opnamesessie, ik ga ervoor zorgen dat dat de laatste is die we doen voor deze game. Beter. Ga ik me van tevoren voorbereiden. Kun je ook weer groot worden? Ja, door de pijp erin te gaan. Fuck. Ja, maar ik zit dus nu... Ik ben naar beneden gevallen, zeg maar. Dus ik ben nu bij het begin, alleen dan als kleintje.
kut. Ik ga alsnog weer verliezen van Koopa de Tyfus. Tijd is om, Sander. Ja, ik zit er nog wel in, maar... Bij God. Maar die piranha plant, wat is daar moeilijk aan, Sander? Er is niks moeilijks aan. Ik kan hem zo verslaan. Dat is het probleem niet. Het kutte is, ik viel eraf. Ja, maar dan ga je de game toch uit, de level toch uit en dan ga je het level er toch weer in. Ja, dat kan dus nu niet. Nou, nu niet meer omdat het tijd op is, maar had je net toch kunnen doen. Ja. Wat? Oh, fucking wind? What the fuck? Oh, ja, dat is wat ik zo kut aan dat level vind. Oh, dus ik kan ook niet terug nu. Hoe lees ik dat bordje? Oh, kut. Ja, ik ben dood. Ah. Nou, in ieder geval iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. En dan zie je heel graag weer bij de volgende aflevering. Vergeet Sander's kanaal niet te checken. Adios, amigos.